Jota is een huis voor ontmoeting en inspiratie. Het is voortgekomen uit een initiatief van een aantal kerken in West-Zeeuws-Vlaanderen die activiteit wilden ondernemen in de samenleving. Vanuit het visioen, jij zult liefde hebben tot je naaste die een mens is zoals jij. Dat initiatief heeft vorm gekregen door een hele serie activiteiten. Want we hebben een prachtig huis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee of iets anders te drinken. En waar mensen ook zijn met een luisterend oor en een open hart voor mensen die graag iets willen delen van wat hen beweegt. Jota heeft in het Trefpunt, in Jota Trefpunt, een aantal bijzondere activiteiten, zoals een conversatieles voor allochtonen die eigenlijk nog een beetje beter het Nederlands moeten leren. De hark. De hark. En ja, we gebruiken de hark om het onkruid uit de tuin te halen. Hè? Ja. Oké. Wie weet er nog een andere naam voor de grond? Aarde. Aarde. Goed zo, Tsatsa. Wat liepen er bij de boer in de wei? Een lammetje. De lammetjes. Er is één keer in de 14 dagen een breikafé voor mensen die graag samen willen breien en elkaar willen adviseren. Je vrouw moet het huis moeten. En er is een mamacafé één keer in de maand waar mensen elkaar kunnen ontmoeten die willen praten over de opvoeding van hun kleine kinderen. Het tweede grote programma is Jota aan tafel. Daar is het gezellig en gezond om samen te eten. Mensen ontmoeten elkaar daar rond de maaltijd. En er is altijd wat te beleven. We proberen maaltijden samen te stellen die gezond zijn. Met producten van het seizoen en zoveel mogelijk van biologische oorsprong. Als derde programma hebben we Jota Reparatie. Eén keer in de maand is hier op zaterdagmorgen gelegenheid om samen met deskundige vrijwilligers te werken aan jouw kapotte spullen. Dat kunnen zijn elektrische apparaten, computers waar je vragen over hebt, of als er iets te repareren is aan je kleding, kun je samen met mensen iets repareren. Nee, doe het niet. Ja. En dan hebben we nog Jota Meditatie. Er is een stilteruimte in Jota waar mensen zich kunnen terugtrekken om eventjes alleen te zijn. Om een kaarsje aan te steken voor zichzelf of voor iemand anders. Of als ze iets willen lezen of willen bidden, is daar ook gelegenheid voor. Maar een damp stijgt op van de aarde en doordrenkt heel het aanschijn van de bloedrode grond. Dan formeert de ene God de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven. Zo wordt de roodbloedige mens tot lijf en ziel in leven. Elke vrijdagmorgen is er een voedselbank uitdeelpunt in Jota. Mensen die daarvoor aangewezen zijn, kunnen dan om een voedselpakket komen van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, dat hier een distributiepunt heeft. Oh, en je gaat zo blij zijn. Die zit er wel vol op vandaag. Ik moet de tweede vloer. Want ik moet. Ja,
die moeder meenemen. En Carisha, hoe heet ze? Ja. Een belangrijk programma in Jota is Jota Jong. Eigenlijk is Jota om die reden in Oostburg gaan zitten, waar de enige middelbare school in de regio staat. We zijn ervan overtuigd dat jongeren ook belangrijke vragen hebben als het over levensvragen of zingevingsvragen gaat. En die kunnen ze dan ook hier stellen in een plek waar het veilig is om gehoord te worden, waar ze ook huiswerk kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom hebben we ook een jongerenwerker aangesteld die met de jongeren samen aan programma's en projecten uitvoering kan geven. Ik denk dat one just opened up.